graag de stripquiz met jullie spelen. Morgen doe ik het nog een keer, alleen dan een uurtje vroeger en dan voor de jeugd. Ik word geassisteerd door mijn bevallige assistent, Jury. En Jury die gaat de score bijhouden, daar ben ik heel blij omdat hij dat gaat doen. Er zal wel wat oude vragen voorbij komen, dus dat gaat vast lukken. Nou, we zullen zien. Ik blijf positief. Ja, nou, dat zou ik doen. René, wat is jouw favoriete strip? Mark Dekker. Echt waar, joh? Ja. Nou, dat vind ik zo'n waardeloze strip. Zouden we misschien nog een andere kandidaat kunnen krijgen? Want moeten we ook al die kaartjes verwisselen? Nou, je mag toch meedoen, ondanks deze opmerking. Nee, dankjewel. Succes, René. René, maak het duo af. Iemand en Viola. Ik haak maar. Oké, okay, nou dat is mooi. Dan gaan we meteen, naar de zaal toe. Hier zit een jongeman hiervoor. Frommeltje, roept hij. En is dat goed? Dat is goed. Ja, dat betekent 3 punten voor René. Iemand en Isidor. Oscar. Oscar is goed. 4 punten voor Ruud. Ja, heel goed. Oké, okay, die zien we hier. Is het Sus en Sas? Ja, eigenlijk zijn het Sas en Suus, maar ik reken hem goed. Nee. Ik kan ze ook nooit uit elkaar houden. Suus en Sas is goed. Ja, 4 punten erbij. 20 voor rood en 35 voor blauw. Oké. Okay. Zijn baard is goed, ja. De enige met rode kleren is de grote smurf, dus die moet een baard hebben. Ja, heel goed. Plaatjes achter zijn oren, hoe weet jij dat? Je bent slim, precies. Dan kan de enige de plaatjes achter zijn oren, ja, want Nero dacht in het begin van de strip dat hij keizer Nero was, met zo'n lauwe krans achter zijn oren. En daar heeft hij nog steeds de blaadjes van. Ja, wil de vrouwelijke Captain America kunnen noemen, maar ja, het is toch echt een andere figuur. Al die andere figuren hebben allemaal in de Donald Duck gestaan. En de Flintstones hebben nooit in de Donald Duck gestaan. Ah, dat is al heel ver gezocht, hè, meneer. Moeilijk, ook voor Jury, want die moet nu alle punten gaan verdubbelen. Let op, René, de eerste is weer voor jou. Winnaar in strip op het pakket, wat net iets groter is. Veel plezier ermee. Nogmaals een applaus voor mijn kandidaten. En zeker voor de winnaar. Gefeliciteerd. Stripfestival Breda vanochtend mogen openen na 3 jaar en een beetje terugkijkend op de dag durf ik wel te zeggen dat het een succes was. De beste zaterdag ooit. Absoluut. Gefeliciteerd. Nou, daar ben ik heel blij mee. Dit jaar hebben we het voornamelijk gestoken in een stukje promotie. Als je in Breda rondrijdt, dan zal het je waarschijnlijk wel opgevallen zijn dat er een stripfestival dit weekend ging plaatsvinden. Een ander dingetje wat we doen is speciale gasten uitnodigen. Zoals bijvoorbeeld hier naast mij, Davide Fabrie. Tekenaar van onder andere Operation Overlord. En al 15 jaar, 15 years you draw on Stalwarts. Ja, ja. Onze dank voor wat jullie voor ons doen. Wij voelen ons zeer gesteund
in het organiseren van het festival. En daar wil ik het dan voor nu even bij laten. Suske, dat is helemaal goed. 4 punten voor Zeeling. Kijk, en Patrick houdt dat heel goed bij. Oké, de tweede vraag is voor Blauw. Asterix en... Obelix. Natuurlijk zelfs. Ja, helemaal vanzelfsprekend. Dankjewel. In de zaal. En ik zie een hele fanatieke rode hier omhoog gaan. Tom Poes, we gaan even kijken of dat goed is. En ja, het is goed. 3 punten erbij voor team Cedric. Finn, de volgende is voor jou. Fokke en... Sukke. Helemaal goed. Fokke en Sukke, dacht ik. Met 103. Super applaus voor de winnaar, Finn. Kijk, heel sportief. Ze feliciteren elkaar ook. Super. Dan kies jij er eentje uit. Want jij krijgt ze gewoon al. Alsjeblieft. Ik was Wim van de Schip. Tot volgend jaar. En wie de wint, blijft vooral zitten, dan komen jullie straks ook achter. En waar we mee gaan beginnen, dat is een unicum voor Breda, is dan toch mooi de Willy van der Steenprijs. En dat is heel bijzonder, want het is de eerste keer dat die prijs in Breda wordt uitgereikt. Dames en heren, voor Bleekwater, en gaan we zo meteen natuurlijk echt ook kopen. Joris Smit. Van het Nederlands Kampioenschap striptekenen voor dit jaar, jongens. Goed gedaan.